Ja, die had me gedeeld geloof ik, weet je niet. Ja, nee, van het Hof had eigenlijk achteraf gezien wat het logisch heeft gezien. Want hij was de persoon die kwam met die tetraederbouw voor koolstofverbindingen. Waardoor mensen snapten waarom die dus dat rechts en links draaien melkzuur zo hebt. Maar het is eigenlijk een Nobelprijs gewonnen voor iets over evenwichtsreacties. Over dat een evenwicht zichzelf wil herstellen. Dus als je de druk verandert, dat is het evenwicht dan verschuiven de kant met de meeste minste deeltjes. Om te zorgen dat het evenwicht gelijk blijft. Hey man. Daar heb je eigenlijk een Nobelprijs voor gekregen. Zelf uitgegeven, zelf betaald, omdat ik dacht dat niemand het wilde lezen. Dat is wel leuk, ja. Dat zijn de echte. Huh? Ja, overheid, dan moet je wat beter naar kijken. Zometeen in het NOS-journaal.